de weg naar de money. Blank gras, geen red cups, maar atlas. Ik ben in het veld scoren en ik kan. Uiteindelijk wordt duurkoop toch goedkoop. Bananenrepubliek. Ben de Roesing, je staat stil. Op de kruising. Iedereen nu clips in de VS, net als mij. Die rappers zijn diep. En ik vind ze niet erg representatief. Soms moet je met de riemen die je hebt roeien. Soms moet je niet bemoeien, soms moet je juist bemoeien. Mario, ik ga vechten voor mijn people. En met Badder, dan word ik vanzelf Rico. Big baller, vaak gescoord op de kort. Tegen blakkas, witte, lange, dikke boys. Big fish, sweet paars. En die roffa clip was mijn schoen paars. Ik maak muziek wat ergens beslaat. Ik maak muziek wat ergens over gaat. Fuck D66, doe dan liever Bosma. Want links ziet NL als een kleine stack van Bosma. Fuck die designer, man, is veel te duur. Brandweer adem, ik spit te veel vuur. Big fish, zeepaars. In die Rova clip was mijn schoen paars. Ik maak muziek wat ergens op slaat. Ik maak muziek wat ergens over gaat. Fuck D66, doe dan liever Bosma. Want links ziet NL als een kleine stack van Bosma. Fuck die designer, man, is veel te duur. Brandweer adem, ik spit te veel vuur. Ja, jongens, jullie zien alleen de shine. Maar niet al het harde werk en de pijn. Geloof me, mensen hebben geen idee, hoor. Onderweg naar de mooi, onderweg naar blank gras. Geen red cups, maar atlas, atlas goud. Gaat fout, chillen beach, spiegkoud. Dus what the fuck is up, loser? Fuck jou en je fucking moeder. LHBTI, nah fuck that shit, je bent een fucking boeler. Onderweg naar de money, blank gras. Geen red cups, maar atlas, atlas goud. Gaat fout. Zie een lekker wijf, stop de auto, stap uit de hand vast. Je haat het omdat je geen smaak hebt. Ik ben te cool, heb doekoe, je bent jaloers. Stoer doen in de groepsfeer, wat een gasten. Doet me denken aan dat meer met die fucking ganzen. One hit, wonders op die 101 rare gasten. En zo'n naam hoeft niet eens meer een sessie te pakken. Zogenaamd gangster, doe rijks kenmerken onder andere. Maar eigenlijk lijken jullie van die lesbienne. Stap in de wit, planken, het ga zoom, lil boozy. In Marrakesh, trip en ik de top mokker, man. Maar ik kom uit PT, ben de buurman van de overkant. Relatie is nooit uitgemaakt, dus ik was nooit een klootzak. Zou kan er van zichzelf af, controleer maak het afstand. Tushy, stap in, jij gaat mee naar Arnhem. Nieuwe route, nieuwe boete, gemeente reden zonder reden. Remfer, bumper, klevers, je wacht mij liever. Onderweg naar de money, blank gras. Geen red cups, maar atlas, atlas goud. Gaat fout, chill beats, spuug koud. Dus what the fuck, loser? Weet je, die talkshow, die propagandashow op 1 is gestopt. En dat is een compilatie van alle schokkende uitspraken van gasten als Ab Osterhaus en allemaal van, dat van die andere zogenaamde experts die dan niet met medische argumenten, maar met emotionele propaganda kwamen. Toch van, we doen het voor de zorg, je doet het voor een ander. Dus ik was benieuwd, ik ging eens kijken, want ik weet in die tijd dat je het corona dashboard en ik ging dan kijken, zijn de alle IC's zo echt bezet? Wat meestal niet het geval was. Er waren maar 100 bedden of zo iedere keer. Het was echt schokkend laag. Maar dus ik zat te kijken, hebben ze nou de IC opgeschaald sinds 4 jaar geleden, weet je wel? En dan staat hier zo'n propagandaartikel. Nou, het is allemaal onjuist en deze discussie speelt al sinds, er staat hier, sinds 97 en 2001. Maar die zitten er allemaal naast, want volgens de schrijver van dit, dat is ook weer zeker zo'n expert van een van die instituten, Erasmus of zo'n soort, of TU Delft, weet je wel, die ook voor de staat dit soort artikelen moeten schrijven. Het is helemaal onjuist dat ziekenhuisbedden zijn wegbezuinigd door de overheid. Wij zitten er allemaal naast. Heel Nederland, we zijn allemaal fout. En er is juist meer capaciteit, want, en dan staat er hier, de combinatie van een gelijk aantal bedden en een dalend aantal patiënten plus een verkorte behandelsduur betekent dat de IC-capaciteit sinds 2017 is toegenomen. Nou, als de bedden gelijk zijn gebleven en minder patiënten, dan zijn de bedden niet toegenomen. Weet je, hoe ze die dingen ook. En dan geven ze hier ook toe dat in het buitenland er veel meer IC-bedden zijn. Maar ja, in Nederland behandelen we mensen niet als het niet waard is. Nou, dat is ook geen goed teken, maar dat is wel waar. Maar dat is
vreselijk dat dat hier gebeurt. Weet je, mensen hebben gewoon recht op goede zorgen. Je moet zo lang mogelijk leven, dat is het hele punt. Je hebt gewerkt om heel je leven zodat je kan genieten van je pensioen, zo lang mogelijk. Ik zeg die, er is voor non-covid-zorg zijn er genoeg IC-bedden, maar wat als daar een uitbraak komt? Ze zegt toch, er komen veel meer pandemieën nog. Weet je, ze hebben genoeg op de planning staan, terwijl iedereen geeft het toe. Hier zeggen ze ook waarom Nederland weinig IC-bedden heeft in vergelijking met bijvoorbeeld Italië of Duitsland, die iets van 20.000 plus hebben. En ook omdat daar telt gewoon elk jaar, staat ook in het artikel, dat is wel heel mooi van, weet je wel, artsen doen daar alles aan, al ben je 100. Terwijl hier word je dus geofferd. Dus stel je voor, je hebt heel je leven gewerkt voor dit land, weet je wel. En je bent helemaal kaal geplukt en dan word je ook nog eens geofferd, weet je wel. Van ja, jij bent te oud, jij mag nu dood, weet je, je kost ons te veel. En hier, het staat hier gewoon. Het ministerie van VWS hield opschalen IC-bedden tegen. Ja, we weten het, weet je. Dus dan zeggen ze ook, ik weet niet in welk artikel van de NOS of een van, ja, het kost 500.000 om een IC-bed te hebben die daar voor niks staat. Dus weet je wel, daarom kunnen ze niet opschalen, want het kost zoveel om al die IC-bedden te hebben staan. Slaat helemaal nergens op, want ik heb hier een bed staan en het kost me helemaal niks. Dus ik weet niet wat voor bedden dit zijn. Deze bed waar niemand op ligt kost 500.000 per jaar. Ik weet niet wat voor bedden dit zijn, maar een bed, ik snap niet hoe een bed 500.000 per jaar kan kosten. En trouwens, ik vind het ook niet te veel. Ik vind het ook helemaal niet erg. Dus ik zou zeggen, politiek, ga die boel maar opschalen. Ik vind prima deze prijs. Lekker hè, zo'n bananenrepubliek. Dat ze ook deze noemen.